Welkom in de Dash 7, een unieke verhaalruimte. Come fly with me, let's fly away. Kijk, hier komt een toilet. Hier zijn we al flink aan de gang geweest. Het toilet zit er al in, die moet helemaal afgewerkt worden. Wie koopt er nou impulsief een vliegtuig? Ja, ik. Anders had hij nooit gestaan. Want het is niet vanzelf gegaan en als ik alles had geweten, dan had ik hem nooit gekocht. Het mooie van dit vliegtuig is dat hij eigenlijk nog tot 95% is heel de cockpit nog intact. Alles zit er eigenlijk nog in. Dus het is een leuk ding voor mensen die binnenkomen om even in de cockpit te kijken. We zaten met het demonteren. Niemand wist hoe het ding uit elkaar moest. En toen kreeg het volgende probleem met transport. De vleugels waren te breed. Toen kregen we een storm. Toen bleek dat ding veel te licht te zijn. Wou hij bijna vandoor gaan. Dit stuk van het vliegtuig laten we gewoon helemaal origineel. Dit is nog origineel. Ook de bagagebakken laten we hier zitten. En vanaf hier hebben we de bagagebakken weggehaald om wat meer ruimte te krijgen. Deze wanden moeten we allemaal schoonmaken. Aan het begin hebben we al een stukje gedaan. Het is erg vies, dus heel veel werk om dat helemaal te cleanen. Op de vloer krijgen we daar ook een mooie visgrasvloer tot hier. En dan is het helemaal mooi afgewerkt. En dan hebben we een mooie vlakke vloer. Gaat je hart al sneller kloppen? Ja, dadelijk, vooral als je dan klaar is. Ja. Wanneer is die af? We hebben de planning staan voor de vakantie, maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Ik denk dat het, maar in ieder geval voor de herfst moet die klaar zijn. Pack up, let's fly.